is hier racedag in Slowakije. Tijd voor actie. Eerste race. We starten vanaf de 12e plaats. Het circuit is erg breed. Ik heb er veel mensen zien afgaan en veel stof. Dus ik denk dat we wel een beetje naar voren kunnen kruipen. En dat inhalen in ieder geval mogelijk is hier. Okay, that's it. I could not attack. High speed, that was low. Pretty low. And also a lot of understeer. To be honest, only understeer. Kon niet aanvallen. Het was eigenlijk alleen maar overleven, dat is het enige wat kon. Met heel veel onderstuur, dat betekent dat hij op zijn voorwielen wegglijdt. Hij gleed gewoon weg, gleed weg, gleed weg. En hop, kwamen ze zo binnendoor. Dus ja, moet wel iets aan de setup veranderen. We hadden iets radicaals gedaan om te hopen dat dat in de race nu met de hitte zou helpen. Maar ik denk dat het iets te radicaal was. Race 2, gaan we het goed maken. Race 2, staande start. Race 1 was toch wel een beetje zwaar, dus ik heb de auto behoorlijk veranderd voor race 2. Dus ja, hopen dat dat een beetje gaat helpen, want ja, ik wilde niet echt luisteren naar de voorkant. Ik heb er in ieder geval wel zin in, dat is in ieder geval goed. Grande Tommy, well done, very well, very difficult also. Yes, it was very difficult, but we survived. Thank you very much, boys. Wow, from P12 to P4 is a very strong performance. Thank you, boys, thank you. Begonnen op P12, superstart. Ja, een klein voordeeltje, omdat ik nog nieuwe banden had, omdat ik die Q2 niet had. Dus uiteindelijk zat ik redelijk eventjes met menu te stoeien. Ik denk, nou, dat gaat goed. Maar ik had natuurlijk verse sloffen. Dus dan heeft hij de grip wel. En uiteindelijk dan vierde geworden. Ik ben super blij. Dit is echt wel weer het maximale. Dus ik heb lekker geraced. Weet je wel, dat is leuk. Eerste race heb ik niet lekker geraced. Ik voelde de auto gewoon niet goed. En nu voelde de auto goed. Ik had ook een beetje druk achter me. Ja, dan is het gewoon leuk. Ik heb het naar mijn zin gehad. Ik hoop jullie ook.